Moedermelkbank in Amsterdam UMC zamelt melk in. En met die melk kunnen we andere kwetsbare kinderen, met name te vroeg geboren kinderen, mee helpen als hun moeder onvoldoende of helemaal geen moedermelk kunnen geven aan hun eigen kindje. Vroeggeboren kinderen profiteren nog veel meer van moedermelk ten opzichte van kunstvoeding. Daar kan het echt van levensbelang zijn. Op het moment dat ze na een aantal weken voldoende flesjes hebben verzameld, dan komt de koerier bij de donoren thuis en die neemt die flesjes in bevroren toestand mee naar Amsterdam UMC. Moedermelk is de natuurlijke voeding voor alle pasgeborenen. Maar het verschil voor te vroeg geboren kinderen is nog veel groter. We weten dat moedermelk en ook donormelk de kans op infecties en ernstige darmontstekingen enorm verkleint. En dat zien we dus ook echt terug ook in de hersenontwikkeling, dat die bij kindjes die moedermelk hebben gekregen of donormelk, dat beter is bij kindjes die kunstvoeding krijgen. Bij ons wordt de donormelk dan tijdelijk opgeslagen. Dat gaan we allemaal kweken. Vervolgens gaan we dat ook pasteuriseren. Dat betekent dat we gedurende een half uur de melk tot ongeveer 60 graden verwarmen. En dat elimineert eigenlijk overgebleven bacteriën of virussen. Daarmee gaat een deel van alle hele gunstige stofjes ook verloren. Maar niet alles. Er blijven nog steeds heel veel gunstige eigenschappen van de moedermelk over. Nadien kweken we het nog een keertje en wij leveren dus aan alle neonatale intensive care units in Nederland, zodat die gebruik kunnen maken van de donormelk. Momenteel verwerken we binnen onze moedermelkbank ongeveer 1000 liter melk per jaar. En daarmee hebben we echt honderden, wel duizenden kinderen al mee kunnen helpen.